De laatste persoon in de Minecraft-server wint vandaag 100 euro, jongens. Delete ook, Hex. Zie, ik zei het, ik zei het. Oh mijn god. Gast. Ja, dag. 3 minuten geleden. Dag, ja. Hallo mensen van Potgod en tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Ik ben Stefan en ik ben hier vandaag met 3 losers. 10.000 likes. Hou je bek nou. Hoi Stefan. Dien. Ik ben met Gino, Casper en Dylan. We zijn met Team Potgod en we gaan vandaag weer een challenge doen. Casper, kom eens kijken hier als je wilt. Oh, kom maar eens kijken. Hoe heb je dat overleefd? Shit. Oké, we gaan vandaag weer een challenge doen. We staan hier midden in de desert. En we gaan vandaag een challenge doen. Stop nou even, jongen. We gaan vandaag weer een challenge doen. Vorige keer deden we een challenge voor 50 euro. We deden vorige keer een challenge voor 50 euro. De laatste persoon in de cirkel zou 50 euro winnen. Die heb ik zelf gewonnen. Kleine spoiler, heb je die niet gezien? Ja. Klik even hierboven op het i'tje. Of boven naar de beschrijving. Je was een cheat, gast. Helemaal niet. Maar vandaag hebben we het budget vergroot. Want we hebben maar liefst niet 50 euro. We hebben 2 keer 50 euro. Dat betekent, de laatste persoon in de Minecraft-server wint vandaag 100 euro, jongens. Let's go. En de challenge gaat als volgt. Ik ga deze 50 euro vast even hier voor mij naast me neerleggen. Want ja, waarschijnlijk ga ik toch wel winnen. Oh, zei ik 50? Oh, ja. Sorry. Ah, jammer dat je niet viel. Wat we gaan doen... We gaan... Stop. Ik ben bijna dood. Ga je nu dood, dan lig gelijk uit de game. Want we gaan beginnen over een paar seconden. Wat we gaan doen, degene die als laatste dood is... Die wint. Maar je mag nog geen PvP doen voor de eerste paar minuten. Oké, ik ga een timer zetten op 2 minuten. En daarna mag je gewoon PvP. Is er ook een border of niet? Ja, die is er, Stefan. De border staat op 1000 blokken groot. Hij krimpt op 10 minuten. We hebben eerst 2 minuten voorsprong. En die gaan nu van start. Eerste 2 minuten zijn gestart. Let's go. Oh, nu beginnen. Oh, begint de border. Go. 2 minuten. Ja, 2 minuten tijd. En daarna gaat de border krimpen, jongens. Je mag wel je best doen, trouwens. Het is 100 euro. En je hoeft trouwens niet je best te doen. Dan zou ik alweer winnen. Maakt niet uit. Ja, maar ik ga winnen, dus geen probleem. Vorige keer had je oneerlijk gewonnen. Eerlijk zeggen, Steven, kom op. Hoi. Ik wil jullie allemaal even vragen om te abonneren op ons kanaal hier beneden. Want wij zien dat 40% niet is geabonneerd op ons kanaal. En dat is toch wel bijna de helft. En vergeet allemaal niet gelijk een like achter te laten op deze video. Vind je het nu leuk? Let's go. Ik heb trouwens de eerste boom gehakt bovenop. Bedankt, jongens. Ik heb de fucking... Ik heb de tempel gepakt, by the way. Ik heb genoeg eten. Oh shit. Er zijn wel monsters. Ik heb 40 wortels, heb ik. Oh shit. Waar is trouwens iron? Iron? Je hebt geen iron nodig. Kijk eens onder grond, Stefan. Ja, maar je moet toch obsidian, of hoe heet dat, kunnen hakken? Dat diamond moet je toch hakken? Maar er is geen iron in de grond dan. Er is geen iron in de grond. Weet je dat zeker? Ja, ik heb al 3 caves bekeken. Oh. Geen iron. Slash give it to Stefan. Ah, godverdamme. Nee, maar je mag niet cheaten, Stefan. Ik ga iedereen geven. Ik ga iedereen 10 iron geven, rustig. Ja, maar geef mij dan ook niet 10 iron. Ja, hij moet toch geven, jongen, huilenballen. Ja hoor. Hey. Dat is de disqualificatie. Ja hoor, hoppakee. Nee. Schelden was niet toegestaan. Ja, oké, iedereen heeft de iron. Dank je. Ik heb niks, pik. Jawel, pik. Hou op, Stefan, ik heb niks. Je hebt 10 iron van mij helemaal gekregen. Ik heb niks. 10 iron. Hou op, R3L. Even kijken. Slash. Ik heb niks. Ah! Oké, het is voorbij. Dus ik heb niks gekregen. R3L. Kijk nu. Je hebt er 10 in je inventory, hier. Zie je vieze vuilen? Ik wil gewoon cheaten, nu al, hè? De borden begint te krimpen, jongens. Bro, nu al. Pas nu al. Nee, ja, de timer ging net. Nee, maar... We hebben gewoon niks. Oké, geef iets meer tijd. We cheaten gewoon op onze eigen tijd. Hebben jullie er überhaupt wel hout al, jongens? Ja. Tuurlijk. Ja. Echt? Ik had lekker de boom op het begin geraakt, ik dacht lekker zelf... Ik heb een village! Ik had een tempel. Let's get it! Maar eigenlijk is dat toch helemaal niet grappig? Wat is niet grappig? We hebben alleen maar diamanten, joh. Jij bent niet grappig. Oei. Hij zegt oei. Oké, let's go. Nu is het gewoon diamant haken voor je leven. Oké, laat de border maar beginnen met krimpen, jongens. Border is aan het krimpen, jongens. Oké, let's go. Ik ga nu al gear maken. Let's go, Mario. Ik ben al geared. Wie komt tegen mij, maten dan, grap? Ik heb echt zo'n bizar goed idee. Lekker dillen, nee. Iron pickaxe, yeah. Gast, heb je nu een iron pickaxe? Nee, jongen, papzak. Binnen 10 minuten is de border dus helemaal klein op de beginplek waar we waren. Ja, dan weten jullie eindelijk dat ik gewoon een 2D challenge van 100 euro heb gewonnen. Gast, waarom ben je zo overtuigd? Waarom? Omdat ik kei goed ben.
Jongen, ik pak jullie allemaal. Waag, terwijl je hacks aan hebt gezet, hè. Dan gaan we dit soort dingen nooit meer doen. Oh, de border is hier. Huilen. Hebben jullie daar geen last van? Zitten we niet zo ver bij de... Cassie, kom maar, vriend! Uh-oh. Oh, shit. Nee! Ik ben slecht in PvP! Steven gaat dood! Steven gaat dood! Dames en heren, breaking news, bel de krant! Steven gaat dood voor de 100 euro challenge! No way. Jawel. Oh, oh shit, ja. Oké, okay, Kassa haakt af. Ik sta ook op hard trouwens. Ah shit, eten is wel een probleem, ouwe, want je hebt gewoon geen eten. Ah, Kassa heeft me laten gaan, ik heb zelf een geluk. Oké, okay, ik heb even wat eten verzameld, dus ik heb tenminste wat food. Ik moet ergens even mijn eten hier te smelten. Kasper, heb je wat steen voor mij? Nee, gast, ja. Gast, werken jullie samen? Doe normaal. Gun wat steen, Kasper. Nee, jullie gaan niet samenwerken. Nee. Ik zie Kasper, ik zie je. Gun. Zijn jullie omspan? Dus als je iemand ziet, mag je elkaar ook killen dus. Ja, dat is de bedoeling juist nu. Ja. Ik heb net al met Kasper gemat, maar hij was bang, dus hij rende weg, pussy. Oh, dee, ik heb een village. Oh, eten, hier zit natuurlijk ziek voor eten. Dit is het echt, lol, waar vliegt Dylan daar? Houd op. Hij is gedisqualificeerd, hij vliegt. Zeg jij? Ja, doei Dylan, geband. Wat verdamme Stefan. Gevangen. Hij zit daar ergens in het Nether portal, die vuilak. Nether portal? Hij gaat naar de Nether. Wat moet je daar doen dan? Nou, ja, gewoon even wat quartz hakken. Even hooi zeggen. Hey, Dylan, hey, wegwezen nu. Dylan, wegwezen of ik sla je hele... Zien jullie elkaar? Kom. Dylan is achter mij. Dylan, kom. Wacht even, Beertje, kom op. Nee. Beert, doe even lief. Kom op, man. Gina, help me. Ik ga jou niet helpen. Ik heb een ander plan. Want ik ga voor die 100 euro. Ik ga die winnen vandaag. Misschien kunnen mensen alvast reageren wie ze denken dat gaat winnen. Laat nu naam hieronder achter. Kasper, Dylan, Stefan of ik, Gino. Laat het weten in de reacties. Oh, Gino, ik zie jou. Gino zit hier. Gino, help me. Gino zit onder de span. Hij gaat onder de span zitten. Ik zie ze niet. Hoe weet je dat nou? Ik ben de hele tijd geshift. Je loopt te lachen. Jij hebt hex aan. Als jij hebt, ben je nu Ik heb geen hex aan, ik zweer het. Nee, dan heb je sowieso nu niet gewonnen. Kan je nu stoppen met spelen of heb je nu hex aan? Ik heb geen hex aan. Niet alleen te lachen, waar lach je om? Oh, dik, kom, boy. Hij is bang. Dylan gaat dood! Dylan, kom! De world border is aan het lopen, jongens! Dylan heeft heks aan. Helemaal niet. Jij hebt heks aan, dat weten we allemaal. Niet waar. Ik pak hem en zegt hij dat ik heks aan heb. Godverdamme. Ja, baas. Waar is die vuile netherport van die Kasper? Kasper is ook stil. Kasper, ja, hij is een netherport aan het bouwen ergens. Ik ben in de nether. En dan? Daar is toch ook gewoon een world border? Nee. Ik heb gewoon in mijn ruimte. Ik heb gast! Al is de world border op 0 en jij bent nog in de nether bij gedisvallen. Nee, dat is geen regel. Jawel. Je kan niet in de nether blijven staan. Oh, ik heb gewonnen. Nee, oké, okay, eerlijk gezegd, dat is geen regel. Het is een heel slim plan. Is het gewoon 0-0? Ik weet ze simpelweg niet. Nee, het is in ieder geval geen 0-0. Ik kan op F3 drukken, je bent er nu. Nope. Oh, Dylan! Oh nee, Dylan heeft hex aan! Ja, nee, dit kan niet! Wat? Niet waar! Oh. Dit kan niet, ik zweer het je! No way! Flying is not enabled. Dit is niet eerlijk! Steven had 100% hex aan. Ja, maar kill aura werkte niet, shit! Ik beat hem. Mijn kill aura werkte niet, zegt hij nog. Ja, gast, maar ik kan Dylan niet hitten. Bah, veilig dat je bent. Dylan, heb je hex aan? Nee, echt niet. Kom niet. Jawel. Kasper zit in de nether. Gast. Ik wil niet verklikken of zo, maar weet je waar de spawn is, Dylan? Nee. Oké, ik geef toe. Ik had mijn hex aan. Mijn kill aura werkt niet. Kill aura legit werkt niet. Ah, maar Dylan heeft niet eerlijk gespeeld, ik zweer het je. Dat kan niet. Dat ga je in de gaten houden. Shit! Mijn eigen 50 euro. Nee. 100 euro. 100 euro, sorry. Ja. Ik heb geen rekening gehad op school. Helemaal niet. Je doet slash homes, ja. Bah! Waarom doe je slash... Hij teleporteert naar spam! Dylan! Oh, dit mag niet, ouwe! Ik heb automatisch naar home gezet. Ja, je hebt een hex aan, gast! Helemaal niet! Godverdamme, Gino, kom niet Discord, nu Discord! Ik open nu Discord! Waarom doe je slash home? Ik doe niks, ik ga automatisch naar home! Wat staat er? Uit Relius slash home! Delete ook hex! Zie, ik zei het! Ik zei het! Godverdamme! Zou ik helemaal verder spelen, want we hebben geen bewijs, maar het vermoeden is daar. Maar je doet slash home, dat is wel een bewijs. Niemand kan eerlijk spelen voor 100 euro. Hé, ik wel. Nee, jij ook niet, jij gaat naar... Jij zit in de netherpick. Ja, dat is eerlijk! Ik heb dus berekend dat Hero het midden van de wereld zou moeten zijn volgens jouw claim. Hero. Oké. Kijk, hier kom ik eruit. Het was niet exact coördinaten, het was afgerond. Ik kan ook gewoon doodgaan. Helemaal afgerond. Oh,
Kijk uit, die border komt, Casper. 10 blokken in de border is er. Je gaat dood. Van links. Je gaat keihard dood. Dit kan je niet bijhouden. Hij heeft schuld dan. Oh, de Casper staat echt bij de border. Casper gaat eraan. Achter je. Maar hij is nog... Hij gaat nu dood door de border. Hij is precies in de hoek. Je zit in de hoek. Oh, border is erbij. Ja, Casper gaat dood. Hij zit in de border. Ja, Casper gaat dood in de border. Nee, hij gaat terug. Oh. Hij is terug naar de portal. No way, dat mag niet, ouwe. Wat? Hij is terug naar de nether. Nee, dat mag niet. Je moet uit de nether. Het is gewoon de laatste die de server verlaat. Ja, laat die server of je dood bent, een van de twee. //post 2. We spelen voor 100 euro, hè, jongens. Oké, ik heb jouw nether portal weggehaald, Casper. Gino, de border komt er bijna aan. Dylan, uitkijken. Maar de border die kan ook gewoon... Maar die krimpt tot de dood. Dus. Nee, tot één blokje. Oké. Oké, jongens, de finale. Casper is er nog niet uit. Was er wel bijna uit. Ik ben als eerste uit. Nu gaat de strijd tussen deze drie gasten. De border is klein, dus nu gaat het pas echt beginnen. De laatste speler in de server wint dus 100 euro, jongens. Let's go. Veel succes allemaal. Mogen de beste winnen. Onthoud, je kan niet altijd 6 gooien. 2x3 is ook knap genoeg. Oké, let's go. Jullie zitten op hetzelfde blokje. Casper, jij bent echt helemaal een cheater. Hij zit er gewoon in de nether. Ga dan die fucking portal pick. Nee. Ik wil die 100 euro. Kap, ik wil een nieuwe tv. Ik wil die 100 euro. Ik wil die 100 euro. Oh, Dylan! Oh shit, Dylan! Dylan, je krijgt fall damage. Oh mijn god, Dylan, wist je dat je op één blokje stond of niet? Nee. Je stond heel tijd op één blokje. Ik dacht, gast, jij weet dat of zo. Ik ga 100 euro winnen. Oh mijn god, zo, Dylan. Gino was slim van jou, ouwe, ik zweer het je. Ik dacht, wat maak ik nou? Dan heeft hij al fall damage. Dan kan ik de rest kan ik gewoon slaan. Ja. Oké, goede tactiek. Gaat hij helemaal naar boven? Ja, tuurlijk. Als Casper nu door een poort kan. Casper, nu moet je door die poort, want je moet nu. Nee, ik moet niet. Oké, GG voor Dylan. Dylan, nu kan je toegeven, had je Hexa? Nee, echt niet. Ja, maar ik kan niet toegeven. Nee, maar ik schreef dan. Ik nee, ook niet. Jawel, oprecht niet. Ja, oké, alleen ik schreef. Zie je wel. Ik kan niet. Nee. Smeerlijk. Ik speel wel eerlijk. Casper, jij gaat nu komen, vriend. Ik ga je tp'en. Maar wat ga met die fucking portal. Nu doe je het weer. Slash kill. Waarom deed ik slash home inderdaad, Dylan? Nu weer. Ja, ik had wel Hexa, natuurlijk had ik Hexa. Maar ik ben gekillt met de Hexa, ouwe! Dit is niet eerlijk! Gast, ja, Casper, ga door die portal nu! Ja, inderdaad. Nee, Casper hoeft niet, Casper, dat hoeft niet. Ik weet zelf ook. Nee. Hier komen we nu, flikker. Nee. Door die portal. Ga nu, Casper, niet doen, Casper, niet doen. Maar dat hoeft niet, Casper, dat hoeft niet. Als je nog één teleporteert, heb ik gewonnen, hè? Ja, dat is vast wel. Helemaal niet. Jawel. Oké, nou ja, ik blijf... Nou, als Casper niet heen gaat, gaat niemand er meer doorheen. Ik kan moeilijk naar jou toe, dus sorry, maat. Casper, niet doen. Casper, jullie doen. Ik wil graag een einde aan deze game maken, maar dat kan ik niet. Gewoon super. Nee, blijf maar af. Schiet op, flikker. Stefan, ik kill je gewoon hier, hoor. Niet netter. Hij helpt je. Hey, ik ben geband. Wat is Casper, dit? Goed, Casper. Nee. Een bannen nu. Ja, maar dan moet je niet gaan vallen. Er moet actie komen. Nee, dat hoeft niet. Casper mag er zo lang blijven als je wilt. Kijk wat ik heb gedaan, hè. Kijk, je kan in één keer rennen vanuit de portal naar dat ding toe waar je in moet. Je kan er in één keer naartoe rennen, gast Gino. Ik zie jou weer. Waar was het dus hier? Hier, kijk, hij komt uit die portal. Dylan, hij kan er gelijk heen rennen. Gino, die staat helemaal boven. Ja, maar die staat in ieder geval binnen in de portal. Na 30 minuten lang discussiëren is het eindelijk zover. Er gaat actie komen. Ja, hij gaat door de portal. Let's go. Oké, let's go. Casper, rennen. Oh, haalt hij het? Hij heeft het gehaald. Oké, hij zit in de border. Eindelijk. Ja, het is lekker leuk, maar de vorige keer heb ik... Hij cheat blokken in voor hem. Wat? Jij hij cheat blokken in voor hem. Nee, jij plaatst lava. Jij maar hij cheat blokken in. Hij slaapt nu in je toren, hey. Hij slaapt die toren. Dit waar. Hey, ba. Doe normaal. Doe nog niet helemaal. Hij plaatst lava onder zijn... Wat een geef. Ja! Ik heb damage! Oh my god! Casper, hak naar beneden! Ik heb damage! Oh god! Ik heb damage! Let's go! Strijdje 100 euro! Let's go! Casper, zwart! Ik kan niet slaan als sta je buiten de borden. Maar wel? Jawel. Je moet met normale blokken bouwen! Ik heb een paar hapjes!
Ik heb geen paar hartjes, dus ik heb nog voer hier. Gino, je moet met normale blokken bouwen. Je haalt het anders niet. Gino! Ik geluk Gino! De hele tijd, ja, okay. Lekker. Oh. Gino, hoger, Gino! Hij komt eraan, Gino. Kasper, nu moet je gaan. Nee, Kasper hoeft niet. Kasper niet doen. Hij heeft een Anvil. Maar hoe de fuck kom jij in een Anvil? Hoe komt hij in een Anvil? Ja hoor, tuurlijk. Dat kan niet. Jij je had met 10 iron. Er zit geen iron in de map. Precies. Jawel, gast! Kasper? Ik weet niet, ik heb opeens een Anvil. Oké, wat? Nee! Opeens een Anvil. Hij heeft gecheat! Volgens mij hebben we... Oh ja, fire aspect op je zwaard. En kwarts. Hij heeft fire aspect, woe! Even kijken, jij doet MSG, R3L en Anvil, zeg jij net. Gast! Ja, dag! 3 minuten geleden. Dag, ja, Kasper ligt eruit dan. Nee. Jawel! Nee. Slash kick, Kasper! Nee, nee! Even die plaats lava in de, zomaar in het ding. Dus dat mag ik niet. Ja, doei, Kasper is eruit hoor. Deel op Kasper. Kasper is eruit. Nee. Oké, plan de campagne. De border is op 10 blokken groot en het gaat uitgevochten worden. Let's go. Uh-oh. Oh nee! Ja, oh, Gino is gevallen, gast! Ja! Oh mijn god! Kasper, hoppa! Nee! Hoppa! Wat de heck! Einde game. Ja, en Kasper heeft gecheat, want hij... Einde game. Kasper ik heb dit zo legit... Oké, stop, jongens, stil! Ik wil iets zeggen nog als laatste. Hij ging ten eerste naar de nether. Ten tweede, hij bleef daar heel erg lang. Hij heeft een Anvil ingecheat. Hij heeft een fire aspect opgezet. En hij bleef buiten de border staan, dit is niet... Kasper, jouw argumenten, waarom heb jij gewonnen? Oké, buiten de border, dat was gewoon een glitch van Minecraft. Er stond niet dat er geen glitch van Minecraft mogen gebruiken. Ten tweede, je mag naar de derde. Dat stond ook niet in de regels. Ten derde, ik heb die Anvil niet ingecheat. Oké, komt-ie. Je hebt wel MSG trouwens. Wat we nu gaan doen, deze 100 euro houden we nog eventjes. Er zijn 2 comments. Godverdamme. Nee, maar dan ga ik zo. Ik heb gewonnen. Wat we nu gaan doen, er zijn hieronder 2 reacties geplaatst in de reacties. En jullie moeten gaan stemmen. Ze hebben allebei een hartje gekregen. Jullie kunnen stemmen. Heeft Kasper gewonnen of heeft Gino gewonnen? De comment met de meeste likes, die gaan we de volgende video bekendmaken. En die heeft dan dus gewonnen. Kasper of Gino, wie heeft de meeste likes? Laat een like achter dus hier beneden op de comments. Laat ook gelijk een like achter op deze video en abonneer op ons kanaal hier beneden. Want hier is ook gelijk het einde van de video. Wie vinden jullie dat de 50 euro? Wie vinden jullie dat de 100 euro heeft gewonnen? Laat het weten in de reacties. Ik ben benieuwd wat jullie denken. Bedankt voor het kijken in deze video. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ik heb gewonnen, doei! Bye.